En net als in de andere even weken van dit Fortnite seizoen hebben wij ook deze week weer een achtergrond vrijgespeeld na het behalen van alle challenges waarop wij niet een Battlestar kunnen zien, niet een gratis tier kunnen vinden, maar wel weer in de omschrijving van de achtergrond een hint naar een van de Fortbytes. We weten nog niet welke Fortbyte en hij ligt er ook nog niet op dit moment. 2 weken geleden moesten we 3 dagen wachten voordat de Fortbyte uiteindelijk beschikbaar werd. Maar wat we al wel weten is de plaats. We zien de omschrijving rechts in beeld. Only the best snipers can take out a holoclock tower lamp from the rooftops of Neo Tilted. Daar gaan we naartoe. Neo Tilted, waar een holoclock is, een hologram van een klok. Jullie hebben hem misschien tijdens het spelen al gezien. Er is een klokkentoren in Neo Tilted waar een klok in een cirkel om de toren heen draait. Midden in die cirkel vinden wij een lamp. Hier zien we hem rechtsachter onder het bord Early Access. Zien we 22 dubbele punten. Die klok is het. Midden tussen de getallen vinden we een lamp. En de verwachting is dus dat bij die lamp de Fortbyte zal verschijnen. Op de kaart is dat deze toren die we nu hebben aangeduid. Daar gaan wij naartoe. En daar gaan wij de Fortbyte nog niet oppakken, maar al wel laten zien, daar moet je zijn. Dus vergeet het niet, mocht je de video zien voordat je de Fortbyte daadwerkelijk kunt oprapen, vergeet niet waar die ligt, hè. Daar moet je heen. De challenges van week 6 waren weer goed te doen. Weer wat kills maken, landen op verschillende plaatsen, de hotspots waren populair. Deze week bij de challenges geholpen door Jelle en Timo. En ook Maarten was een paar potjes aanwezig. Niet bij alle potjes, maar toch bedankt weer voor alle hulp. Zoals altijd, hè. Gebruik Team Rumble, gebruik Party Assist. En je bent klaar voordat je het weet. En we zien de toren al verschijnen, daar met de grote lamp op de zijkant. We zien daar langzaam de getallen al verschijnen. En de lamp, de spot die omhoog gaat. Dat is waarschijnlijk de lamp die we kapot moeten slaan om de Fortbyte te krijgen zodra hij beschikbaar is. We gaan daar bovenop landen om de video af te sluiten. Hier moet het zijn. Hier gaan we de Fortbyte vinden zodra die beschikbaar is. Nogmaals, nu is hij dat nog niet. Maar binnenkort gaat hij dat worden. In week 4 moesten we 3 dagen wachten. We gaan zien hoe lang we deze week moeten wachten. Maar niet voordat we de video traditioneel hebben afgesloten. Het is week 6. We worden weer geflasht. De Fortbyte ligt niet hier. Net als in week 4. Maar als hij er is, dan weet je waar die ligt. Je denkt dan TikTok. Hij ligt op de klok. Jazeker, hij ligt op de klok. Hij ligt nu nog niet op de klok, maar hij gaat daar komen. We gaan straks de lamp kapot slaan op deze manier. En we blijven lekker mappen en dan gaat hier de Fortbyte verschijnen. Over enkele dagen zullen we het zien en dan gaan we het meemaken. Ik zou zeggen, succes met jullie eigen challenges. En succes met het oprapen van jullie Fortbytes. En tot de volgende keer!